350 professionals uit het Brabantse bedrijfsleven kwamen op 29 februari 2012 naar het pand van TIC, de Business Growers, in Tilburg. De bekende trendwatcher Ajit Bakas gaf een masterclass voor de leden van Regio Business. Bakas ging tijdens zijn presentatie in op trends in de zorg en ICT. Speerpunt was dat innovaties in de zorg moeten komen van ondernemende buitenstaanders. Maar het zijn jullie die het moeten gaan doen. Want in die zorgsector zitten allemaal mensen die niet verder komen. Die gewoon als konijntjes in de koplampen kijken in de auto van de toekomst die nu op ze afkomt. Die zeggen, we weten het niet. Het zijn ondernemers, het zijn techneuten, het zijn IT'ers. Het zijn mensen van buiten die ze moeten helpen dat die toekomst in te komen. Er kwamen serieuze onderwerpen aan bod. Er werd bijvoorbeeld ingegaan op werkgelegenheid en eenzaamheid. 1 op de 4 Nederlanders noemt zich eenzaam. De helft van de klanten van de fysiotherapeuten komt er omdat niemand ze meer aanraakt. De helft van de business van fysiotherapeuten is massage. Een andere shift is de medicalisering van voedsel. En als onderdeel daarvan de terugkomst van het kruidenvrouwtje. Oh, je hoeft helemaal geen pil, nergens voor nodig. Heel veel van die recepten, heel veel die gewissen zijn er nog, want we zijn kwijtgeraakt. En er is nu markt voor om dat allemaal weer terug te halen. Er is ook weer markt voor kruidenvrouwtjes. Waarom beginnen we? Is er iemand hier die dat wil worden? Hartstikke leuk joh, kruidenvrouwtjes is... Maar er kwamen ook verrassende en handige trends voorbij. Zo werd ingegaan op het 3D-printen van organen. In de urine zitten ook resten van je nieren en van je lever. Dus dat betekent dat als je te veel hebt gezopen en je hebt een nieuwe nier nodig, dan print je straks één uit je eigen pis. Hartstikke leuk! Leuke masterclass. Veel gehoord en allerlei nieuwe dingen. Ja, ik vond het een hele verrassende en vernieuwende presentatie van Ajit. Een inspirerende spreker, ruimdenkend en daar hou ik dan wel van. Ja, ontzettende persoonlijkheid. Ja. Heel inspirerend, enthousiast. Ja. Visionair, zeggen ze dan, hè? Dus daar staat wel iemand. Autoriteit, ja, dat wel. Ja. Zeer excentriek en outgoing. En hij is heel overtuigend in zijn presentatie. Ja, het is inspiratie en die heb je nodig als ondernemer. De ontwikkelingen die nu gaande zijn, daar moeten we ons veel nog beter meteen nu op anticiperen. Dat moet je echt niet laten overkomen, want dan ben je te laat. En nu moet je ergens inspringen, maar je moet het ook echt doen. Als ik dit nu zo heb gezien, dan ben ik zeker bereid om de volgende keer weer aanwezig te zijn. Na de masterclass voegden zich nog eens 150 mensen toe aan het gezelschap voor de Bobborrel. Bob staat voor Business Ontmoet Business en is een uitstekend verzorgde netwerkmogelijkheid. Regio Business brengt ondernemers uit de regio met elkaar in contact. Dit doet men door het organiseren van masterclasses en Bobborrels, maar vooral ook door het uitgeven van zakenmagazines en activiteiten op internet.